is jouw naam? Sophie. En heb je al wat verkocht vanochtend? Ja. En hoe vind jij het om op de markt te staan? Ja, wel leuk. Wie stond het idee te kopen? Mijn ouders. Je ouders? Ja. Wat verkoop je allemaal? Knuffels, boeken, ja, en haarspulletjes. Oh, moet ik even bij zo? En dat voor maar 50 cent, hè? 50 cent je nagels lakken. Oh, ja, super hoor. Ik sta hier op de Koningsmarkt. Wat ben jij aan het doen vandaag? Nou, dat is een keer probleem. Ik maak een satéetje met gado-gado. Dus ja, dat moet ik eigenlijk in de camera kijken natuurlijk. Hè? Ja. Ja, net als de camera er niet staat. Hoor. Dus nee, dat doe ik vandaag. De winst gaat naar een goede instelling, de Kinderen van Bali. Dat doe ik elk jaar. Dus ja, vind ik leuk om te doen. Koningsdag voor jullie altijd iets belangrijker als Sterradio, hè? Ja, ja, Wilhelmus is natuurlijk een donateur van Sterradio. En die vraagt ieder jaar als wij ons hier willen profileren en mee willen werken aan Koningsdag. En het is een prachtig mooi evenement. En ja, we nemen een paar live artiesten bij. En ik denk dat je er een prachtig mooi evenement krijgt. Een hele kraam vol. Vier kramen vol. Ja. Allemaal. Waarom niet er gewoon één of twee? Want ik zie je hebt er gewoon honderden liggen. Ik heb hier honderden riemen liggen, ja, klopt. Van verschillende maten, verschillende soorten, kleuren, dames en heren. Ja. Kinderriemen zelf, stoere kinderriemen. Ja. Maak je ze allemaal zelf of heb je die gekocht vroeger dat je ze over hebt? Nou, ik werk bij een riemenfabriek. Oké. Okay, ja. En meestal dan nemen de groothandels, we maken dan partijen van 100 bijvoorbeeld. En dan neemt de klant 90 riemen af. Okay. En dan blijven die overige 10 blijven maar liggen. En dan denk ik, nou, dan neem ik ze mee voor de rommelmarkt. Dat ik daar proberen te verkopen. Dark with flowers, I'm hoping for.